ben ik weer, Jorik de Goochelaar. Ja, vandaag is het weer zover. De gloednieuwe aflevering van Jorik de Goochelaar, seizoen 3. Ja, seizoen 3 al. Ja, wat een mijlpaal wordt dan. En natuurlijk, ik was een tijdje geleden nog niet op YouTube geweest. Dat komt omdat ik op de goochelaarsvakantie was geweest. Dus ik heb voor jullie allemaal een gloednieuwe grote trucs geoefend. En ik heb ook een heel leuk stuk vertellen. Maar ik ga eerst beginnen met een nieuwe grote truc. Oké, jullie kennen allemaal duct tape. Nou, want er is een toverspreuk. Het gaat over hocus, deken, tape. Daar gaat het dan. Hocus, deken, tape. Kijk. Dat, als je heel goed ziet, dat is de duct tape. Maar daarmee heb ik de goocheltruc gemaakt. Dus het is hartstikke goed gelukt. Ja, ik kan dit nergens kwijt. Weet je wat? Ik ga even weer goochelen. Hocus, spocus, weg. Kijk, die is weg. En er komt een hond op de achtergrond. Maar nu ga ik iets anders laten goochelen. Namelijk, iets heel belangrijks. Wat Jorik precies heeft van zijn YouTube-kanaal, van Youthful van Jorik. Daar heb ik ook een hele goede manier voor van. Dus dat ga ik jullie ook even laten zien. Het gaat over zijn flyers. Hocus, pocus, fly. Kijk. Fly. Dat bedoel ik, flyers. Kijk. Dit zijn de flyers wat Jorik nog steeds heeft. Want daar ga ik je nu ook iets leuks over vertellen daarover. Want er zijn een hele leuke dingetjes tussen. Zoals YouTube, UTV, Youthful en natuurlijk TikTok. Ja, want het is een hele goede flyer. Als iemand dit eentje naar wil. Stel als je mij op. Nou, ik eigenlijk als Jorik, hallo. Ja, als je jullie ergens mij tegenkomt op een straat, als ik in mijn handen, alles in mijn handen heb, of in mijn tas, dan geef ik jullie ook eentje weg. Ja, dus wat? Hocus pocus weg. Zo. Die is weg. Nou ja, dat waren alle grote trucs, maar nu ga ik jullie ook een beetje vertellen over de serie van Jorik de Goochelaar en de kroon. Ja, de vloek van de kroon. Want er staat nog steeds een paniekje. Want ik weet nog steeds niet hoe en wanneer dat allemaal op gaan nemen. Maar ik ben bang dat het niet echt kan redden. Want het is weer al zomer. Dus en ik ga ook bijna weer op vakantie. Zie? Ja, weet je wat, ga ik even terug naar mijn eigen. Ja, want als je de hele tijd afvraagt wie is Jorik de Goochelaar. Dat ben ik de hele tijd. Want Jorik, dat is gewoon mijn naam. Want daarom heb ik ook de naam Jorik de Goochelaar ook zo gegeven. Maar ja. Nou, ik was de hele tijd. Nou, ik ben de goochelaar natuurlijk. Nou, als je afvraagt, zijn de goocheltrucs echt? Tuurlijk zijn dat echt. Tuurlijk. Omdat ik dat deed. Nog een keer. Want er vallen alles weg. Want als ik dat doe, dan gaat alles wegwaaien. Ja, en let wat aan het spookt, maar het zou ook heel leuk zijn als een goochelaar dingetjes kunnen ook laten zweven. Zoals een stoel, Robin de Robot, of een kussen, of iets anders, om goed aan het te laten zweven. Dat zou ook een keer hartstikke leuk zijn. Maar hoe ik ga doen, die ga ik jullie nog niet laten vertellen, want ergens in dit jaar, 2022, komt er iets heel nieuws. Op dit kanaal van Youthvlog van Jorik. Ja, daar gaan jullie allemaal goed op de hoogte houden. En zet ook op de kalender van de datum. Weet je wat? Nee, de datum weet ik nog niet echt. Je kunt wel de kalender ook wel bij je pakken. Alleen de datum weet ik nog niet echt. Maar ja. Oké. Nou, nu ga ik deze video weer even afronden. Vond je weer een hele goede video van Jorik de Goochelaar. Vergeet je ondergelijk hier niet te abonneren. Dat is maar één ding te zeggen. En het is later.